Yo, kijkers van Olhandjes. Van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. Goed jongens, we gaan weer lekker verder. Waar we uiteraard natuurlijk gisteren waren gebleven. Jongens, een kleine aanpassing in de livestreams. Komende zaterdag ga ik niet Minecraft Survive live doen. Ik heb die verplaatst na een week later. Dus volgende week, zaterdag, dus livestream van Minecraft. De week erna de livestream van de Lego, dat komt namelijk net wat beter uit voor mij. Dus daarom heb ik dat. Ik weet dat ik het eigenlijk in het begin van de week heb gezegd dat er zaterdag een livestream zou komen, maar ik heb hem waarschijnlijk. Ik heb hem verplaatst naar een week later. Dus in ieder geval voor dat. Ja, dus dan weten jullie dat alvast. Er komt net wat beter uit. Dus dat is ook wat fijner. Dus ja, goed. Voor nu gaan we eens even kijken wat we nog allemaal moeten doen. Want ik heb een dag zit bij mij tussen. Het is bij mij al woensdag. Normaal zou ik de video's van vandaag op dinsdag opnemen. Omdat ik dinsdag helemaal geen video's heb opgenomen. Dus het is bij mij woensdag. Waar we alles mee klaar? Zo'n beetje wel. Hoe zijn de dieren? Oké, dat gaat ermee door. Varken hier. Waar gaan die varkens mee? Koeien hier. Varkens moeten hier. Dan heb ik wortels nodig. Ook deze koe hier. Die moet er even uit. Kom eruit, eruit. Ja, dat is zo wel goed. Een paar keer niet al te veel. Hier gaan wij. Konijnen? Zit wel in koeien? Dan gaan we hier varkens erin. Hier lopen een paar varkens. Dus ze kunnen die er gelijk erin doen. Dus dat moet helemaal goed komen. Wacht, dat moet ik helemaal. Klopt, ja. Ik moet bij die molen. Ik vind die molen echt wel mooi, prachtig goed gebouwd hoor. Zet die deur nou open of er zit er nog geen deur. Jawel. Ik denk ook dat die deur open was. Goed, maar ik moet hier de inrichting moet ik zo nog wat beter gaan doen. Ik weet het. Dus laten we de komende maanden praten. Ik heb nog maar 6 wortels. Misschien moeten we die wortels warm. Maar ook heel eventjes nog gaan uitbreiden. Okay, dus we hebben deze week niet al te veel gedaan. Maar goed, dat is niet zo erg. Volgende week kunnen we wel weer volop aan de bak. Zo. Ciao.
Hier moesten paarden in komen. Damn! Oké, dan wordt het wel. Hier komen de paarden. Dan moeten we ook nog wat gaan verzinnen. En natuurlijk hier konijnen. Maar ik ga eerst even bij de kippen kijken. Zorg dat er zeker altijd dieren hier zijn. Nou, nou gaan we toch even kijken naar konijnen.
Zo nee, dan moeten we gewoon even wachten. Vaak zitten ze bij het zand en dat houden we natuurlijk ook niet hier in de buurt. Je ziet daar, moeten we even zo kijken hoe we daar ja, zo helemaal omheen lopen, dat zou wel kunnen. Gaan we even kijken. Zo niet, dan lopen we gewoon weer terug. Zitten ze hier. In het begin zag ik van de week, ik zag heel veel konijnen. Daar, ik vang ze binnenkort wel. Eigenlijk hadden we dat gelijk moeten doen. Deze kat, die kun je ook op zich wat temmen. Is ook wel leuk. Nee. De papegaaien, maar die zijn ook vaak bij... Dat is echt heel jammer. Misschien moeten we even een nachtje gaan slapen. Misschien dat het dan nou wel is. Ik denk dat dat het is, hoor. Het is super fijn dat het zo kan. Even kijken. Waar liep ze altijd hier? Zag ik me hier achter een beetje rond. Hoe kom jij hier? Daar moet je dus natuurlijk wel af en toe mee uitkijken. Want als er zo'n wolf... Hier is er nou een groot probleem. Paar
paarden zie ik ook niet. Die waren hier in het begin ook. Ook helemaal niks te zien. Die liepen hier ook allemaal rond, hè? Pater, dat ging altijd goed. Misschien moet ik eens even dieper in het bos gaan. Even konijntjes. Kijk, hier is wel zand. Ik ga eens heel even hier kijken. Als daar paarden zijn. Even moeten wachten totdat wij weer in de buurt konijnen zien. We hebben hier een hele hoop koeien. Dat is meestal de dieren die je echt nodig hebt, kan je niet vinden. Ik heb nog gesteld met die varkens. Zien we ook de konijnen helemaal niet. Paarden ook niet. Het is altijd hetzelfde gedoe hier in Minecraft. Nou goed, er zijn eigenlijk voor geen meter vooruit gekomen. Ik zag hier ergens de molen staan. Zonde is dat, dan gaan we gewoon verder kijken, want weet je wel, ik heb hier wel ei. Helaas niks uit, maar goed. Als we de dieren nou blijven doen wat we willen, kijk, dus overal gewoon één dier extra elke dag doen, weet je, dan zie ik het eigenlijk wel vanzelf goed komen. Alleen tijdens de livestream hoop ik dat er wel genoeg dieren blijven staan als we live gaan. Dan natuurlijk 2-3 uur onderweg zijn, is dat natuurlijk anders, anders moeten we helemaal van naar voren gaan. Dus dat is wel even een dingetje, maar goed, dat maakt niet vrij. Ik ga het hier zo bij laten, hopelijk zijn jullie er gewoon weer lekker morgen er ook bij. Goed, kijk eens. Vanaf het kijken, bedankt voor liken en tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!